Sandra Schonewille, vrijwilligster van het jaar. Wat betekent dat? Geen idee. Ik voel me niet echt speciaal vrijwilligster van het jaar. Want er zijn heel veel vrijwilligsters. En ik heb niet het idee dat ik eigenlijk extra veel doe dan andere vrijwilligsters. Dus ik heb niet het idee van het extra. Ik doe het gewoon uit liefde voor de club. Dus het is, ja, je doet het automatisch. Het is leuk dat het benoemd wordt. Maar ik ken nog wel meer mensen die eigenlijk volgens mij nog meer doen dan ik. Maar ik ben toevallig vrijwilligste van het jaar geworden. Maar er zijn mensen die jou aangemeld hebben. En er zijn ook mensen die op jou gestemd hebben. Ja, helaas niet heel veel. Want het is wel heel frappant dat je in Almelo vrijwilligste van het jaar wordt met 71 stemmen. Terwijl een voetbalclub zoals Oranje Nassau, waar ik voor vrijwilligerswerk doe, bijna 1200 leden heeft. En er zijn meer mensen geweest die aangemeld zijn, ook van andere clubs in Almelo, die dus gewoon nog minder stemmen hebben. Dus dat is eigenlijk wel een beetje tekenend over wat mensen eigenlijk over vrijwilligers denken. Ze zijn automatisch en ze zijn er, maar het wordt niet gewaardeerd. Tuurlijk worden we gewaardeerd, maar het wordt een beetje onderkend. Je noemt Oranje Nassau, de voetbalclub, de zaterdag voetbalclub in de derde klasse D van het zaterdag voetbal. Wat doe je nog meer aan vrijwilligerswerk? Ik doe bij Oranje Nassau dus de keuken draai ik. Ik ben coördinator van de keuken. Ik maak het rooster. Wat dus heel moeilijk is om rond te krijgen, zodat je iedere zaterdag de keuken bezet hebt. Ik heb al zelfs gehoord dat er een keer een zaterdag de hele kantine dichtgezet heeft. We hebben gedreigd om zaterdagmiddag een keuken dicht te doen, omdat ik gewoon geen mensen kon krijgen die het konden draaien. Dat ging dus, viel niet in goede aarde. Toen heeft er iemand gezegd van, ik doe wel. Dus toen hebben we dus nog op het laatste moment de keuken kunnen openhouden. Maar zo is het dus inderdaad nog. En ik ben nou voor dit seizoen, een stukje seizoen nog bezig. En ik heb gewoon nog gaten in het rooster zitten. Dus het is gewoon, heel erg tekort aan vrijwilligers. Niet alleen bij ons. Oranje Nassau kan niet zonder jou. Nou, weet ik niet. Vast wel. Ik denk het wel. Maar niemand is onmisbaar. Daarom. Maar het is gewoon heel leuk om te doen. En ik doe het met alle liefde. En ik kom graag op de club en ik vind het heel leuk om te doen. Ik doe het nu bijna 15 jaar, dus